Hi, mijn naam is Gijs, een van de docenten van de Online Video Marketing Academy. In deze video ga ik jullie laten zien hoe je Closed Captions kunt gebruiken als ondertiteling van je video. Als eerste ga je naar de rechterbovenhoek, naar het icoontje. Je klikt vervolgens op Creator Studio. Dan ga je naar de linkerkolom, ga je naar Videobeheer. Je zoekt de video op waar je de closed captions wilt gaan toevoegen. Je gaat naar informatie en instellingen. En dan zie je hier rechts closed captions, oftewel ondertiteling. Nou, is het zo dat YouTube zelf al closed captions automatisch aanmaakt. Dat zie je hier ook. Maar die zijn over het algemeen op dit moment gewoon niet voldoende, niet goed genoeg. Want als ik hierop zou klikken. Nou. Dit is pure test om te laten zien in de barrières. Uh, customer journey. Uh, dus heel veel woorden vertaalt hij niet goed. Wat wel belangrijk is om te weten: op het moment dat je je eigen closed captions hebt toegevoegd of zelf hebt getypt, dan blijft die standaard op de YouTube automatisch gegenereerde closed captions staan. Dus dat is heel stom. Dus dan heb je heel veel tijd en moeite erin gestoken om je closed captions, uh, je ondertiteling te uploaden dan wel te typen. En dan gaat YouTube toch eigenwijs zijn eigen automatisch gegenereerde closed captions gebruiken. Dus wat doe je dan? Die ga je natuurlijk uitzetten. Dan klik je daarop. Dan ga je naar acties. En dan doe je publicatie ongedaan maken. Wil je nou bijvoorbeeld je closed captions downloaden? Dan kan dat ook onder acties. En. Je kunt hem in een .VTT-formaat downloaden, een .SRT en een .SBV. Ik adviseer je om in ieder geval de .SRT te, te gebruiken om te downloaden uh, en ook überhaupt om te uploaden. Stel, ik ga nu een closed caption gebruiken. Dan zie je dat je hier, als je bijvoorbeeld van een script had gelezen, kun je hem dus uploaden. Dat kan je doen via een transcript of een ondertitelingsbestand. Nieuwe ondertiteling toevoegen in het Nederlands. Dus er zit een hele handige optie in. Op het moment dat je gaat typen, of je zet hem op play. En op het moment dat je gaat typen. Dan stopt het afspelen van de video, dus dan kan je heel effectief gaan werken. Dus als ik nu ga typen, staat de video stil. En stop ik met typen, dan gaat de video verder afspelen. Met alles wat je hebt geschreven van wat er in de video wordt gezegd. Dan stel je de timing in en dan gaat die synchroniseren. En dan kun je nog een keer, nou, het duurt even een paar, een paar minuten, dus als alles correct is dan druk je op publiceren en dan is je closed caption is actief en dat kun je dan later controleren want dan staat er dus ook bij de, ik kan het nog wel even laten zien. Dus je ziet hier ook dat er overal CC'tjes staan. CC'tje. En hier zit de knop ondertiteling. Die kun je dus aan of uitzetten, zodat je dus als gebruiker de letterlijke vertaling krijgt van wat er in de gesproken video wordt gezegd. Deze knop kun je uit of aanzetten. En op het moment dat je hem aanzet, dan zou het zo moeten zijn. Dat de closed captions, ofwel de ondertiteling, 100% hetzelfde is als wat er in de video gezegd wordt. Wil je meer weten over YouTube? Abonneer je dan nu op dit kanaal. Dat kan heel eenvoudig door even op de rode abonneerknop te drukken of laat een comment achter. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.